Yo comiré. Ik ben Jan Duinhoven en ik sta hier omdat onze voorzitter, Arie Achterberg, een hele tijd is uitgeschakeld door een operatie. Gelukkig is het er vanavond weer. Al hartelijk welkom. Wij spelen vanavond Tussen kunst en vak. Een vrolijk spel in 5 scènes. En ik wil van tevoren even iets toelichten. Ik zou zeggen, pak het programma er even bij. U zult straks in het decor is in 2 gedeeld. Voor u links, voor mij rechts, is de salon van de familie van Woudenstein, de Kakkers dus. Voor u rechts, voor mij links, is de tuin van de familie Maas, dat zijn de kunstenmakers. Het spel verplaatst zich regelmatig van de een naar de andere kant. En dan schuiven we wat met de meubels. Je gaat eventjes gedempt. En het gordijn blijft open. Dan betekent dat dat het zich op dezelfde dag allemaal afspeelt. Daar wordt allemaal meteen weer gewend. Als het gordijn tussendoor even dicht gaat, dan betekent dat dat we een sprongetje in de tijd maken. Een paar dagen of een paar weken verder. Het is maar dat u het weet. Nou, dat was het dan op dit moment. Rest mij nu nog te vertellen dat er in de pauze kaarten worden verkocht. De prijzen staan daar, u kunt gelijk zien hoe het heeft. Maar dat kunt u pas na afloop afhalen. Mag u vragen uw telefoon uitzetten? En dan wens ik u een heel plezierige avond. Dank u wel. Waar blijven ze? Dat is al 1 uur. Tja, ik snap het ook niet, mevrouw. De koffie die kan ik zeker achter wel wegdoen, hè? Nee, laat nog maar even staan, Sintje. Je weet nooit of er nog iemand trek heeft. Ja, dat komt inderdaad zo. Oh, ik doe wel even open, mevrouw. Ah, welkom, buurvrouw. U bent de eerste vandaag. Komt u verder? Is dat zo, Sintje? En ik dacht nog wel dat ik de laatste zou wezen. Hallo, Oda. Hallo, Loes. Ik hoor dat er nog niemand is en dat op moederdag. Ja, heel vervelend, Loes. En ik had nog zo gezegd 11 uur. Maar ja, die nare kinderen denken alleen maar aan zichzelf. Tja, mijn bedje is nog even geweest voor zijn late dienst. En vanavond eten bij Katelijne. Zeg, u mevrouw, mag u wel drinken? Ja, lekker zin. Je hebt bekende recept. Oh, kom eens. Droge witte wijn. Lekker koel. Gaat er wel in. Hè? Ja, drink jij niets, Oda? Ach ja, doe mij ook maar wat, Sintje. Hetzelfde, droge witte wijn, lekker koel. Zo. Kijk er eens, mevrouw. Lekker. En neem zelf ook wat, Sintje, straks als het eten klaar is. Ja, zo thee. Al is het dan zonder kinderen. Vroeger was het toch veel gezelliger, hè, zo'n moederdag. Onze mannen er nog bij. De kinderen die een kleurplaat gaven of een versje deden. Tja. En nou zitten we hier te kniezen, 2 eenzame weduwen. Niet zo somber, ze komen heus nog wel. Tja. We zijn het al. Ik doe wat open.
mee? Nee, die had geen zin. Nou, dat is ook niet erg aardig. Tja, zo is hij nou eenmaal. Hier zijn wat hapjes. Zal ik al ronddelen of moet ik nog even wat? Nee, zet nog maar even neer, Sintje. Waar blijven ze nou toch? Karel is toch altijd te laat. Zeker nog wat regelen. En Josephine en Alfred? Tja. Heb je wat te drinken, Sintje? Een lekker glaasje wijn. Ja, natuurlijk. Dat nou wat doen, kind? Kijk, je moet straks nog helemaal terug naar Den Haag. Zo jammer dat Victor niet mee is. Dan had hij kunnen rijden. Mama, ik ben geen klein kind meer. En Victor houdt niet van familiegedoe. Dat weet u toch? Nou, je moeder heeft wel een beetje gelijk, Diana. Als je die verhalen hoort over verkeersongelukken door drank, onze Betty zegt... Ah, werkt je nog steeds bij de verkeerspolitie? Dat is toch een baan om serieus te nemen? Diana? Nou, hij heeft het anders prima naar zijn zin. En het is nuttig werk met al die dronken lappen op de weg. Nou, de boodschap is duidelijk hoor. Waarom krijg ik toch altijd het gevoel dat ik nog een klein kind ben? Ja, omdat je dat nog bent, zusje. Nou ja. Hapje. Dag, voilà. Je moet de hartelijke groeten hebben van Marie Louise. Is die niet mee? En de kinderen? Ja, er is nog een mama, hè? En die heeft een zwembad in de tuin. Nou, zie, is er wat te eten en wat te drinken misschien? Nou, kijk. Wat te drinken? Ja, graag. Niks veranderd dus. Kijk eens, jongen. Ja, dankjewel. Wat is dit voor rotzooi? Zie, wat is dit? Dit is ratelen. 0.0. Ik dacht, je moet nog helemaal naar Rotterdam, hè? Kom op, zeg gewoon hier. Snel een beetje. Ja. Het is tenslotte jij de verantwoording. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ja, dat is beter. Dat voor iets vreselijks. Oh, dat is een product van mijn schilderlessen. Zoiets hang je toch niet op, mama? Zo'n klier. Wat moeten de buren er wel niet van denken? Nou, die vinden het prachtig. Ik zit zelf ook op schilderles. En waar is dat schilderij wat er altijd hing? Komt van die schilderij? Van de Velde. Juist, die. Ah, mama, mag ik dat schilderij hebben? Als je toch niet meer ophangt. Ja, zeg, dat had je gedacht. Dat schilderij is minstens een ton waard. Geen sprake van. Dit hangt er maar tijdelijk voor de grap. Maar kom toch zitten, Karel. Ja. En hoe is het hier, mama? Hier? Ja. Hier is het een beetje stil. Maar ja. En dat u wel? Oh, goed hoor. Met jou ook, zo te zien. Prima. En met de zaak. Moedstone Properties. Waarom? Ja, gaat prima. Ja, lastige tijden, maar we redden het wel. Weet je dat wel zeker, jongen, dat je dat redt? Ja, ik bedoel, kun je het allemaal wel aan? Mama, geen zorgen. Wel. Kleine inbreng kan geen kwaad. Kan ik u even alleen spreken? We zijn zo terug. Ja, hoor. Vind je het niet vervelend, Loes? Ik zal proberen om het kort te houden. Altijd druk met zaken doen, hè, die broer van je. Nou, meer met overleven, geloof ik. Oh, zou je denken? Ja, dan moet ik maar niet tegen mama vertellen. Maar volgens Victor gaat het helemaal niet goed met ons stadproppertjes. Oh. Een paar veel te dure bouwprojecten. Ja, de economie, hè? Ja, de economie.
Met huizen van Wouwenstein? Josephine, waar blijf je? Wat zeg je? Problemen? Ja, ja, ik geef het door. Ja, tot straks. Daar is gedonder in de tent. Is er wat met juffrouw Josephine dan? Ja, ze moet de huis uit. Ze is op straat gezet. Oh, wat vreselijk. Wat mag dat zomaar? En dan ook op zondag nog wel. Maar zij zo, waarom? Nee, niet gevraagd. Maar dat horen we zo wel. Ja, ze komt eraan. Ja, vast iets met Alfred. Ja, dat is een oplichter. Dat is al geweest. Ja, en nu staat ze op straat. Nou, dan ga ik haar oude kamer maar in orde maken. Ze moet toch ergens slapen? Ja, doe maar, Sintje. Dan is dat alvast geregeld. En vertel jij het aan je mama. Die weet nog van niets. Ja, dat zal ik doen. En dan zal ik meteen Victor even bellen dat ik wat later ben. Ja. Die zal niet blij zijn. Terugrollen naar Rotterdam. Die hoeveelheid die Sintje altijd maakt, hè? Kan een weeshuis bevoeden. Ze dacht anders dat de hele familie zou komen. Het is tenslotte moederdag. Oh, en viert u geen moederdag dan? Nee, Betje heeft dienst vandaag. Ja, dus Karel, de terugweg, kijk maar uit. Voor ik het weet, staat Bert een bom voor je uit. Dat is niet erg aardig, Diana. Nee, zusje. Daar heeft de buurvrouw kunt. Ja, sorry hoor. Diana, kun je even helpen? Ja, ja, ik kom al. En niet alles opeten, vreedzak. Nou ja. Wilt u een hapje, mevrouw Butler? Nee hoor, dank je. Nee? Weet wat? Kom eens even gezellig bij zitten. Ja. Zo vaak zien we elkaar niet meer, hè? Nee, dat is ook zo. Vroeger kwamen Bert en mij elke dag bij elkaar over de vloer. Maar ja, ja, dat was vroeger. Dat was vroeger. En nu zijn we allemaal groot en hebben het druk, 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 druk. Wat voor zaken doe jij zo al? Oh, van alles. Nieuwbouw, renovatie. U neemt het, hij doet het. En dat allemaal in Rotterdam? Nee hoor, nee. Nee, all over the world. Binnenkort zelfs op beneden. Trouwens, ik moet het even hebben. Heeft u toevallig interesse in een leuke belegging? Ja, mama denkt er ook over na. Nou, nee. Oh. Ik heb mijn kapitaal veilig vaststaan en ik geniet van de opbrengst. En dat is genoeg. Ja. Dat is toch zo laat, ja, sorry, ik moet gaan. Ja. Mama, ik ga. Nu wel, maar je bent er nog maar net. Sorry, zwembad roept. Ja, maar kan je niet wachten tot Josephine er is? Nee, echt niet, mama. Ik hoor wel wat er aan de hand is. En ik bel er nog wel over bij. Nou, doei. Uw vrouw doet u de groeten naar bed? Ja, doei. Prima. Zo gaat het nou. Oh, tijd. Nooit is tijd voor een gezellig gesprek. Alleen maar werk, werk, werk. Maak je niet zo druk, Oda. Het is niet anders. Trouwens, hij vroeg of ik mee wou doen in een zakenproject. Ja, dat vroeg hij mij ook. Een buitenkansje, zegt hij. Nou, ik zei dat ik mijn geld veilig vast had staan. Groot gelijk, Loes. Nou, ik hoop wel dat Josephine opschiet. Anders loopt het die receptie mis. Maar, mama, ik wil u wat vragen. Heeft u even? Loop maar mee. Sorry, Loes. Ja. Thank you.
Waar is iedereen? Karel is alweer weg en Diana moest nog iets van de moeder vragen. Oh, dat treft het niet met die twee. En nu ook weer gedoe dat met Josephine. Net wat u zegt, buurvrouw. Als ze komen, hè, is het alleen maar om geld. Laatst kwam Diana. Ze wilde een winkeltje beginnen. En of mevrouw maar even bij wilde springen. Een winkeltje? Diana? Ja, dan heeft ze wat om handen omdat Victor zo veel weg is. Maar als je het mij vraagt, zit het niet zo goed tussen de twee. Met de kerst, hè? Toen was het ook al anders. Oh, bespaar me de details, details. Maar het is toch weer treurig, hè? En nou weer met Josephine ook uit. Het is maar goed dat ze op schilderles zit. Dat was een heel goed idee van me. Ja, dat is leuk zo met z'n tweeën. Ja. Het is daar net een commune. Een commune? U bedoelt dat ze dan allemaal met elkaar, nou ja, slapen? Nee, het is gewoon een hele leuke groep mensen die daar woont. En je leert er van alles. Binnenkort gaan we een mensenfiguur schilderen. Puur natuur. Helemaal bloot? Ja, helemaal bloot. En ze zoeken nog een model. Is dat niets voor jou, Sina? En bovendien, nou, zo mooi ben ik ook niet. Ja, om te schilderen dan natuurlijk, hè. Oh, maar ietsje ouder is juist leuk. Dan leer je alle rimpeltjes in. Ietsje ouder, zei je toch, hè? Nou, die fase heb ik onderhand wel achter de rug, hoor. Ja. Je hebt gelijk, Sientje, en dat geldt ook voor mij. Ah, daar ben je. Ik ben hallo, Josephine. Ja. Nou, hier is, kom binnen, kind. Hé, wil je wat drinken? Ach, Sientje, schenk eens wat lekkers in voor het arme schaap. Wat wil je? Is er thee? Oh, nee, maar dat heb ik zo gemaakt. Oh, dat hoeft niet hoor. Doe maar wat water. Ga zitten. En vertel wat er gebeurd is. Ja, nou, Dan ga ik maar op huis aan. Oh, maar dat hoeft toch niet, buurvrouw? U kunt gerust blijven, u bent toch ook familie? Nee, ik hoor het nog wel. Tot dan, kijk. Tot dinsdag, Loes. Ja, een glaasje water. Alsjeblieft. Ja. Nou, dan ga ik nog maar even in de keuken verder wat rommelen en zo. Gaat het? Ja. Nou, vertel. Ja, waar zal ik beginnen? Alfred moest donderdag plotseling naar het buitenland. Hij kwam tussen de middag thuis van het werk en hij begon van alles in koffers en tassen te smijten. Ik wilde hem nog helpen, maar hij sloot hem af. En een tijdje later toen hoorde ik de deur keihard dicht slaan en toen is hij weggereden. Gewoon weg. En toen? Ik heb hem nog geprobeerd te bellen, maar hij neemt zijn telefoon niet meer op. En vanmorgen vroeg, met een keihard op de deur geklopt, open door politie. Ik lag nog in bed. Dus ik doe snel een kamerjas aan. En ik loop naar beneden en nog steeds weer gebonds, open door politie. Ik zeg, kom eraan. En ik pak de sleutel en ik doe de deur open. En voor ik het weet komen er gewoon 5 politieagenten het huis in. En 4 rennen gelijk door het huis in. En 1 die pakt mij vast. Hij zegt, waar is je man? Ik zei naar het buitenland, maar hij zei waar precies? Ik wist dat niet. En toen heeft hij me meegenomen naar buiten. En toen heeft hij me in een politiebusje gezet. Oh, kindje, wat vreselijk. Maar denk ik niet, kan zo in je dag goed? Ik geloof het wel, ik weet het niet. Ik was in shock. Nou, en toen? Wat gebeurde er toen? Stil nou even, laat er even bij komen. Er kwam een vrouwelijke politieagent naar
spulletjes. En nog een beetje kleding. Ze hebben mijn paspoort afgenomen en mijn bankpasjes. Ik heb wel mijn autosleutels gekregen en mijn rijbewijs. Ik moest zeggen waar ik heen ging. Ik heb me gezegd dat ik naar jou toe ging. Ik wist het anders ook niet, mama. Nou ben ik hier. En wat moet ik verder? Ja, ik heb het je al zo vaak gezegd. Die kerel die deugt niet. Ja, nou en nog. En zie je wat er van komt. Kom op, hè. Oh, je mond. Nou ja, het is toch zo? Victor zegt op half. Ja, en Victor kan het weten zeggen. Ja. Jasmin van Boudestein? Alfred! Alfred, ik kan jou slecht verstaan! Of er nog wat gebeurd is! Ze hebben het hele huis overhoop gehaald! Dat is wat er gebeurt! Alfred, waar ben jij? Of ik wat uit het huis wil halen met al die politieagenten in de buurt? Nee! Nee, en morgen ook niet! Alfred, ik heb geen sleutel! Alfred, waarom kom je gewoon naar huis? Hoezo Olaf? Wie is Olaf? Ja, maar ik heb dat niet gedaan! Ik heb dat niet gedaan, Alfred! Alfred, met je schoonmama. Laat alsjeblieft mijn kind met rust en los je zaakjes zelf op. Mama, wat doe je? Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar ik wil niet dat mijn kinderen betrokken raken bij politiezaakjes. Hier, kind. En kijk voortaan eerst wie er belt. Mama, hij klonk zo boos. Hij stuurt iemand op mij af. Oh, mijn kindje, hier ben je veilig.